Dames en heren, ik ben heel blij dat vandaag dat we met zoveel hier staan. Aan het einde van het jaar van de mijnen is het mooi om hier een afsluiting te vinden. Herdenken en gedenken in de schaduw van de patrones van de mijnwerkers. In het afgelopen jaar zijn vele, vele facetten van het mijnleven belicht. Zodat ook jongere generaties konden kennis nemen van een stuk bijzondere geschiedenis. In tijd gezien misschien maar een rimpeling in de tijd, maar wel een heel specifiek stuk geschiedenis voor deze streek. Haast is het niets meer dan enkel historie, maar gebleven monumenten vertellen het verhaal. Eren de mannen die dagelijks hun leven waagden. De Joep, Sint Barbara, de Dominiaal. Maar ook de twee woorden komen dan in mij op. Respect en trots. En je mag inderdaad trots zijn dat in dit jaar van de mijnen we dat respect nog eens een keertje heel nadrukkelijk onder de aandacht hebben weten te brengen. En dat we ook met heel veel respect hier staan.